See, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. Deze week is mijn hotspot de cadeauwinkel It's a Present. Welkom bij mijn Lifestyle Magazine met Mike de Boer. Ik mag graag in het weekend met mijn beste vriendin Annemarie naar de markt toe gaan of op zoek naar leuke nieuwe winkeltjes. Frequent visits from what I think is ambition. I have a sneaking suspicion that they get paid off commission. Cause without my permission, they've been embarking on mission. Subtly creeping underneath me and taking. Mijn naam is Richard, samen met mijn broer Marcel heb ik cadeauwinkel It's a Present. Mijn vriendin en ik mogen graag leuke hoekjes maken in huis en daarom viel ons oog meteen op deze winkel. In eerste instantie lijkt het verhaal heel praktisch. Ze openen een winkel in Utrecht omdat Richard daar woont. Later openen ze een winkel in Amsterdam omdat Marcel daar woont. Maar in essentie was het een lang gekoesterde droom. Toen in 2011 in een van de leukste straatjes in Utrecht een pandje vrij kwam, bedachten ze zich geen moment. De keuzes die ze maken qua inkoop werd enorm gewaardeerd onder de klanten. Ik vind dat deze twee gasten enorm hun nek uitsteken en ben blij dat ze dat gedaan hebben. Wat mij meteen opviel is dat het onmogelijk is om een keuze te maken tussen zoveel leuke dingen. Beide broers noemen het een cadeauwinkel, maar ik ben van mening met alle snuisterijen die ze verkopen dat je hele leuke hoekjes kan maken in huis. De wekpot met een plant erin is een van mijn favoriete items. Mijn favoriete items zijn de lichtboxen waar je letters tussen kan doen of de borden waar je letters op kan plaatsen. Deze ken ik bijvoorbeeld van vroeger van de snackbar. En bij ons ontbrak bij het broodje filet altijd de thee. Dus wij hebben jarenlang een broodje filet besteld. De winkel op de Haarlemmerstraat is een split-level winkel met 3,5 etages vol met superleuke cadeaus. Met velelei leuke items kan je echt binnenkomen op een feestje. De winkel is overzichtelijk en populair bij locals, maar ook zichtbaar populair bij toeristen. Het is een inspiratievolle winkel waar je tevens veel woonideeën op kan doen. De broers reizen veel af naar grote steden om zich te laten inspireren. Tevens bezoeken ze de beurs in Parijs om trendy spullen in te kopen voor It's a Present. Maar ook lokale producten krijgen een plek in deze winkel. De doelgroep houden we gewoon heel breed. Het idee is gewoon dat je cadeaus kan kopen bij ons en voor een toegankelijke prijs. Leuk met trends, maar niet pretentieus. Dit maken ze zeker waar, want de winkel is laagdrempelig en voor een brede doelgroep. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar mijn hotspot, ga even kijken op de Haarlemmerstraat of in de Gasthuisteeg hier in Amsterdam of in Utrecht. Voor adres kan je naar www.itsapresent.nl. Voor het abonnee en klik even op het Mike de Boer-icoontje links of kijk de aflevering terug van vorige week en klik even rechts.